nog door. Visconti verhoogt het tempo nog maar eens. Dat kun je zien aan de paarden in het tweede spoor. Want die krijgen het lastige. Visconti leidt. Makkelijk gaat mee Inalco. Die ligt tweede. Mollema twijfelt denk ik of die erachter weg zal gaan. Want het paard wordt wat driftig op de rug van Visconti. Heeft nog veel over op het oog. En zo liggen ze halverwege de rechterlijn overzijde. Gaat uit de start van het veld nu naar voren. Valeur Leblanc. Valeur Leblanc. De pechvogel in de 4,5 kilometer van Alkmaar. Schuift heel hard op aan de buitenkant. En is inmiddels al naast Visconti gekomen. En Visconti mag wel oppassen. Er waren vandaag meer paarden die op dat punt gepasseerd werden. Maar Visconti gebeurt dat niet. Visconti vangt Valeur Leblanc op. En zo gaan ze de laatste bocht door. En ook zij zijn halverwege de laatste bocht. Met licht voordeel aan de buitenzijde voor Valeur Leblanc. Maar Visconti vecht terug aan de binnenkant. Visconti komt er weer naast. Daarachter ligt Inalco heel makkelijk. En Viking Charisma komt naar voren. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Inalco gaat nu naar het derde spoor. Visconti staat voor het eerst onder druk. Aan de buitenkant komt Inalco. Daar komt Mollema weer. Inalco in het midden van de baan. Het is echt Mollema dag vandaag. Daar komt hij weer. Arnold Mollema wint weer. Inalco de winnaar. Visconti wordt tweede. Derde aan de relingzijde van Velocity M. Vierde, Valeur Leblanc.